Hallo lieve vuurtekens, ram, leeuw of boogschutter. Laten we kijken bij de ram. Wat staat jullie te wachten in de komende tijd? Dit is de Prince of Autumn. En ja, je bent betrouwbaar, toegewijd, beschermend en grappig. Zeepaadje. Je ziet ook allemaal muntstukken. Dus ja, je kan misschien een nieuw plan bedenken. Misschien een nieuwe onderneming starten. En ja, je kan dus actie ondernemen. En ja, probeer je doelen te bereiken. Hè? Dus misschien een studiebeurs aanvragen. In ieder geval nieuwe kansen. Geld binnenhalen met die munten. Dus misschien hou je nog vast aan oude patronen. Die kan je loslaten. Want dat zeepaardje houdt zich gewoon vast. Dat moet niet. Het is tijd dat jij dus iets nieuws start. Dus misschien een nieuwe omgeving. Zodat je veel meer dingen kan bereiken. Dus nieuwe, ja, nieuwe ondernemingen. Een plan maken voor jezelf. En is de Princess of Autumn. En dat betekent, ja, je kan nieuwe kansen krijgen op werkgebied. Misschien moet je wel studeren. De kat zit bij een boek, hè. En ja, promotie. En misschien ook een studiebeurs. Kan jouw kant uitkomen. Het is nu de kans om iets moois te leren. En misschien aan een carrière beginnen waarmee je veel meer ja, inspiratie opdoet. En dat je meer, wat je meer blijer maakt. Wat je meer het gevoel krijgt van, nou, dit past echt bij mij. Misschien heb je wel zo'n kat. Goed. Volgende is schijn ook je licht. Ja, dat is ook nog belangrijk. Je licht schijnen. Dus niet alleen maar je carrière, maar ook ja, andere mensen inspireren en licht erop laten schijnen, helpen. Eenhoorn energie. Ja, de eenhoorns wil je erbij helpen. Je kan de eenhoorns aanroepen en ja, om je te helpen met de eenhoorn energie. Goed, dan gaan we nu naar de leeuw. Ace of Winter, dat is de pandabeer. Ja, er komen briljante nieuwe ideeën. Er komt je kant op. Misschien is het een beetje een moeilijke start. Maar blijf vooral doorgaan. Ja, de uitdagingen helpen jou om je plan te verfijnen. En je doelen te vormen tot iets, ja, om te vormen tot iets mooiers. Ik merk veel zakelijke kaarten met de readingen. King of Summer, ja, dat is de pinguïn en die is warmhartig en toegewijd, liefdevol en trouw. Hier staat een trustwaardige persoon, dus iemand die jou vertrouwt, hè, die te vertrouwen is, of een relatie kan jouw leven binnenkomen. En je kan ook wijs advies krijgen van iemand die direct tegen je hart spreekt. Dus misschien komt er iemand in je pad die jou dus advies geeft, maar ook een relatie wil aangaan met jou. Iemand die betrouwbaar is. Dus, en die direct jou op het hart aanspreekt. Dus ja, je krijgt gelijk gevoelens voor deze persoon. Die erg betrouwbaar is. En die ook wijs is. Die jou dus advies kan geven, leeuw. Goed, en dan krijgen we hier de engel. Ja, engelen helpen je bij dit proces. Om je doelen te bereiken, om misschien die persoon aan te trekken in je leven. Die, ja, die persoon die jouw vertrouwen waard is. En die misschien een relatie met je wil aangaan. En die jou advies kan geven, misschien op zakelijk gebied. Maar die ook je hart aanspreekt. Engelen helpen je erbij.
En hier staat, er komen nieuwe ideeën. Dus waarschijnlijk kunnen er nieuwe ideeën komen. Misschien ben je met iets bezig, nieuwe plannen. En die komen dan in je hoofd opzetten. Goed, dan gaan we nu naar de boogschutter. Het is de zon. Ja, de zon gaat schijnen voor de boogschutter. En ook op het werk gaat het goed. Je plannen zullen goed uitpakken. En dat zal je geluk, welvaart en succes brengen. Je zult erkenning krijgen voor je prestaties die je zo rijkelijk verdient. Nou, hele mooie kaart. Dit wacht op jou, boogschutter. Six of Autumn. Ja, dus ook Pentacles, hè. Zes van Pentacles. Ja, succes, overvloed. Je kan alle schulden betalen. Misschien had je leningen, maar dat kan je straks allemaal afbetalen. Je krijgt zegeningen uit de hemel. Maar deel ook de welvaart met andere mensen om je heen. Dus vergeet niet ook uit te delen. Dus je rijkdom delen met andere mensen, aan het goede doel wat geven. Vergeet de andere mensen niet om je heen. En wat nog meer, tot het einde gaan. Ja, je gaat je doelen bereiken. De zon gaat schijnen. Ook financieel ziet het er goed uit. Ja, alles komt in balans, hè. Geven en nemen komt in balans. Dus de uitgaven en de inkomsten komen in balans. Dan moet je wel je best voor doen natuurlijk. Ja, misschien heeft het nog even tijd nodig voordat de zon gaat schijnen voor jou. En alles in balans is. Maar ja, het komt er wel aan. En dat brengt ook geluk in je leven. Geluk wat je zo, ja, hebt verdiend eigenlijk. Dus dat komt eraan, lieve boogschutter. Goed, dit waren de vuurtekens. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.